ASR Vastgoedvermogensbeheer is de laatste jaren actief met het verduurzamen van de woningportefeuille van het ASR Dutch Core Residential Fund. Nabij de stad Utrecht, in een groene omgeving in Zeist, bevindt zich de woonwijk Kouwenhoven. ASR heeft sinds 1973 46 huurwoningen verdeeld over 7 woonblokken in deze wijk. Om deze huurwoningen toekomstbestendig te maken, wil ASR Vastgoedvermogensbeheer deze woningen van energielabel F naar energielabel A brengen. Een ruime meerderheid van de huurders gaf aan een energiezuinige woning te willen. Op 4 mei 2016 is de renovatie en verduurzaming van het complex Kouwenhoven van start gegaan. Mijn naam is Robert van Dijk. Ik ben directeur van het woningfonds van ASR Vastgoedvermogensbeheer. ASR zet in op verduurzaming, op duurzaamheid. Wij zijn een lange termijn beleggers en vinden het belangrijk dat onze projecten niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk renderen. En daarbij is het belangrijk dat geïnvesteerd wordt in duurzaamheid, zodat projecten ook weer langer in portefeuille kunnen blijven. En bewoners nog een hele lange tijd met plezier en gelukkig kunnen wonen in hun huis. Kouwenhoven betreft 46 huurwoningen, verdeeld over 7 woonblokken, waarbij wij grootschalig renoveren en de woningen verduurzamen van een F-label naar een A-label. Het belang van het wijzigen van je energielabel, dus van eigenlijk je F-label naar een A-label, is ervoor te zorgen dat de mensen eigenlijk meer geld in de portemonnee overhouden qua energiekosten. Want ja, als je alleen maar kijkt naar het dak, 30% van de warmte die in je woning stookt, gaat door een ongeïsoleerd dak verloren. Dus dat win je erop. Voor de mensen wordt de woning er gelijk comfortabeler door. Ja, en de energie wordt toch schaarser. Ja, en daar wil je zo goed mogelijk mee omgaan. Nou, voor als er renovatie gaat gebeuren, is het heel belangrijk dat we zelf een inschatting maken wat kan in zo'n project. Dit project komt uit 1973, is redelijk oud. Dus wij zullen moeten investeren. Wat kunnen we doen? En wat vooral belangrijk is, is dat wij bewoners betrekken bij de maatregelen die wij treffen om de woningen up-to-date te maken en te gaan verduurzamen. Nou, de communicatie met de huurders is voor ons een heel belangrijk proces. Als we de huurders niet kunnen betrekken in onze plannen, zullen we uiteindelijk ook de instemming niet halen, de 70%. Dus vandaaruit dat we in een heel vroeg stadium al beginnen met het oprichten van bewonerscomité's en we ze betrekken in de plannen en de keuzes die we daarin maken. Het moment dus dat de 70% gehaald is, dan gaan de werkzaamheden eigenlijk van start. Nou, dat is het moment dat we dan ook afspraken met bewoners gaan maken voor een voorinformatiegesprek. Het voorinformatiegesprek houdt in dat we eigenlijk aan de hand van de planning met de bewoner door de woning heen gaan. Dus ja, als het ware zeggen we altijd, geven de bewoner een rondleiding door zijn eigen woning. Dan gaan we vertellen wat wij gaan doen, wat we van de bewoner verwachten, wat er aan de kant gezet moet worden, wat eventueel gedemonteerd moet worden. Ja, dat ze eigenlijk aan de hand van de planning die ze op dat moment van ons hebben gekregen weten wat er per dag staat te gebeuren. Geen vragen meer? Nee. Gaan wij ervan doen. Succes! De werkzaamheden die dit project inhouden is het vervangen van het pannendak. Dus bestaande pannen eraf. Dan wordt er een isolatieslaag aangebracht en er komen nieuwe pannen voor terug. Vervangen van de dakgrootte. Indaks, dus dat zijn gelijk met dezelfde hoogte als pannen, worden zonnepanelen gelijk aangebracht. Alle beglazing wordt vervangen voor HR++ glas. De draairamen worden vervangen. Spouwisolatie, kruipruimteisolatie. En dat is eigenlijk in grote lijnen wat we hier doen. En dan gaan we dus van het F-label naar het A-label toe. Ik vind het inderdaad prettig dat we van energielabel F naar energielabel A gaan. Want dat bespaart natuurlijk enorm. Eigenlijk kan het niet beter, hè? Dat is alles op isolatiegebied gebeurt gewoon. Huurderstevredenheid is erg belangrijk voor ons. En daarom is het belangrijk dat bewoners ook betrokken worden bij een dergelijke grootschalige renovatie. De communicatie is heel goed verlopen. We werden in het begin op de hoogte gesteld van dat er plannen waren voor verduurzaming van de woning. Er werd gevraagd of mensen bereid waren om in de bewonerscommissie te gaan zitten. En ook nu is de communicatie goed. Er wordt tijdig verteld wat er gaat gebeuren en wanneer het gaat gebeuren. In die tussentijd zijn ook medewerkers van de BAM langs geweest om te kijken per woning wat er dus in die woning zou moeten gebeuren.
En daarnaast worden we dus op de hoogte gehouden van wanneer wat gebeurt en hoe. Ja, en je ziet dus gaande het project dat de mensen steeds enthousiaster worden. Op het moment dat hun woning gedaan is, dus de maatregelen uitgevoerd zijn, ja, dan merk je dat de mensen zelf ervaren wat de comfortverbetering op dat moment van de woning is. En dan zijn ze nog enthousiaster als dat sommigen in het voortraject al over zijn.